Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video vanuit Parijs. Oké, we zijn in het appartement in Parijs. Hier kijk je naar buiten. We zijn heel hoog. Mijn man werkt in Parijs, dus dit appartement is via zijn werk. Dapper is al helemaal thuis in dit appartement. Ja, dat is weer eens wat anders dan bij een paard, hè, Dapper? Dapper, hier zit je. Zoals jullie weten is Dapper een straathondje geweest. En ze heeft inmiddels al onderhand heel Europa doorgereisd. En ze heeft in Parijs ook al kennis gemaakt met allemaal chique Franse hondjes. Via Instagram had ik jullie al gevraagd wat jullie leuk vinden om te zien in Parijs. Ik kreeg dan meteen al dat jullie het leuk vonden om een shopvlog of zo te zien. En dat snap ik ook wel, want Parijs is de stad van de mode natuurlijk. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n shopper. Ik koop bijna nooit iets. En ik koop echt maar een paar keer per jaar koop ik iets en dan moet het echt hele goede kwaliteit, tenminste liefste goede kwaliteit, of het moet echt iets speciaals zijn. Ik vind het ook leuk als iets een verhaal heeft. Ik hou niet van fast food fashion, zeg maar. Oh ja, ik dacht misschien is het wel leuk te vertellen. Ik heb zelf ook als model gewerkt. Heel lang geleden, want ik ben al heel erg oud. Ik denk dat het nu al bijna 20 jaar geleden is of zo dat ik als model heb gewerkt. Maar ik kan jullie wel wat fotootjes laten zien van mijn portfolio. En vertellen wat dat dan inhoudt. Nou, vroeger, ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat. Maar vroeger, dan ben je gecast. En dan was je een soort van uitverkoren meisje met de juiste maten en alles. En dan mocht je als model werken. En dan ging je met je portfolio, ging je naar castings toe en dan ga je in een appartement wonen met andere modellen. En dan ga je proberen opdrachten zoals de Vogue. Dat is wel meteen een hele grote opdracht, maar dat soort opdrachten, maar ook commerciële opdrachten. En ik moet eerlijk bekennen, ik was echt een heel slecht model. Ik was heel erg klein. En ik heb ook nooit een hele goede huid gehad bijvoorbeeld. Ik had er heel veel. Ik was sowieso heel onzeker toen. Ik ben nu veel zekerder van mezelf dan toen die leeftijd al. Ja, maar het was wel een hele leuke ervaring. Ik begon in Milaan. Toen ik als model ging werken, dat was ook meteen de allereerste keer dat ik met een vliegtuig ging vliegen. Ja, dat was echt. Voor mij was het heel eng, maar ook gewoon heel avontuurlijk was het. Het was wel een hele leuke tijd. Ik was eigenlijk op alle castings waar ik kwam, was ik altijd de allerkleinste. Ik heb al een paar opdrachten binnengehaald, maar ik was als catwalkmodel was ik veel te klein. En daar, ja, daar kun je echt veel meer opdrachten binnenkrijgen. Ik ben nu in het winkelcentrum Galerie Lavallette. Hé Boe, en Dapper is natuurlijk ook mee. Thuis Dapper. Kleine boeboe, hè? Het is echt mooi, al die details. Maar kijk hier. Dat roze, die lampen. En daarboven, hier kun je dan nog op de foto met alles. Dan heb je een soort overzicht van de koepel. Als het nou iets met paarden te maken had, dan was ik al gegaan. Dat is ook een leuk idee van Cap. Stella McCartney is ook een heel leuk merk, die gebruikt geen leer. Ik wilde eigenlijk zien wat hier is, in deze gang. Maar Dapper wil niet, die vindt het eng. Weet jullie vast wel, Ariana Grande is ook veganistisch. Nou, dit is het merk Save the Duck, zonder ene dons. Boe-boe.
Ja, vind ik mooi? Klein straathondje. In Parijs is het helemaal niet moeilijk om veganistisch te eten. Je hebt heel veel veganistische restaurantjes en zo. En all the pizzas are vegan? Oké, okay, nice. Ja, brava. Pizza is geprikkeerd. Ik ben nu bij Italy in Parijs. En ik heb net mijn favoriete drankje besteld. Ik heb cappuccino met soja. Heerlijk. Restaurant heet So Nat. Het is een heel druk restaurant, heel populair. Dit gaat het worden. En hier zitten pita broodjes in. Kijk, heel lekker. Ik wil deze vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met mij mee te zijn geweest in Parijs. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje omhoog te doen. En de volgende keer dan komt er gewoon weer een paardenvideo. Helaas, ik heb gezocht naar maneges hier in de buurt. Er zijn wel, is wel een academie, maar dat moet ik echt van tevoren heel goed voorbereiden om daar te kunnen vloggen. Maar misschien in de toekomst, want ik kom hier vast nog vaker. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende vlog met paarden. Doei doei!